La lista oficial de Paraguay, los convocados del extranjero ya van incorporándose a la Videna y Cristian Benavente puede pegar la vuelta a Bélgica. Het is woensdag 30 september, het is iets voor zes, er bruist al heel veel, of er bruisen al heel veel transferbubbels op de Bosuil en geruchten en het kan niet op. Dus Bob en Hans, goeie avond, we gaan er gewoon meteen een lap op geven. Bob, welk gerucht, wat is voor jou het gerucht van de dag? Woensdag 30 september, wat blijft er hangen? Oei, het gerucht van de dag, ik heb eigenlijk maar één gerucht opgevangen. Nee, ik heb er een paar opgevangen. Een paar Franse centrale verdedigers. Hans, jij gaat me eens even moeten helpen met de namen, want ik ben ze kwijt, want ik kende ze niet echt. Maar ja, Benavente is het gerucht van de dag. En gisteren deed het gerucht dat we de spits van Keulen naar de Bosuil zagen komen. Maar Birger Verstraeten was daar gewoon een sandwich mee gaan eten. Dus... Hans, wat weet jij meer over de Franse verdedigers van Bob? Of wil jij het over iemand anders hebben? Ja, nee, Modest gisteren, dat was een mooi gerucht. We waren allemaal even in extase, wat een goede spits. Maar ik ken Birger zijn vriendin een beetje, dus ik had die direct een bericht gestuurd. En weet Birger dat? Die moet niet alles weten, hè. Dan moet hij maar luisteren, dan komt hem dat te weten. Ja, die zei direct van, ja nee, ze zijn gewoon, hij moest revalideren bij Lieve Maaschalk en wij wonen achter de hoek, dus ze hadden afgesproken met elkaar. Ja. Voor de mensen die hem niet kennen, die Anthony Modest, wat voor iemand was dat? Oké, hij gaat niet komen, maar om compleet te zijn, wat voor een speler is dat? Hans, kan jij daar iets meer over vertellen? Een vlotschorende spits, hè. Die heeft een bangelijk seizoen gespeeld bij Keulen, ik denk in tweede Bundesliga een paar jaar geleden. Is dan naar China gegaan. Vond het daar niet zo plezant en is dan terug naar Keulen gegaan. Dus ja, een heel goede spits. Dus ik was in volle hoop dat die onze spitsenprobleem is een groot woord. Want we hebben een Bakani natuurlijk nog, maar dat die dat kwam oplossen. Ja. En dan kwamen vandaag zijn landgenoten Gelay en Izimat Mirin. Ja, Mirin dan als het een Frans is. Mirin? Ja. Izimat Mirin. Dat was ook een hilarisch stukje interview van Izimat Mirin. Ja, zalig, hè? Prachtig stukje Nederlands dat hij daar probeert te spreken. Maar die namen op zich zeiden mij eigenlijk niks. Bob, hoe kijk jij naar zo'n Franse namen, zo'n Franse spelers? Wat moeten we daarvan verwachten? Ik heb daar geen idee van. Ik ken die spelers ook niet. Dat zijn niet de grootste namen. En ik ben al niet de grootste kenner van buitenlands voetbal. Ik volg dat niet zo hard. Daarom kende ik vorig jaar Wesley Hood ook niet, of amper. En die heeft mij toch ook 100% verrast. Hetzelfde met Boeta, hetzelfde met Jukleruit. Dat kan geweldig goed meevallen. Ik denk nu wel, als die... in toch PSV en Rennes en dat zijn toch allemaal wel degelijke ploegen. Ik denk als je in de Ligue 1 goed meespeelt, dat je in België zeker ook goed kunt meespelen in de top van het Belgisch voetbal. En dan was ik inderdaad nog Denswil. Dat is ook een transfer die ik heb horen waaien. Stefano Denswil. En dat zou ik wel oké vinden. Die heeft mij toen destijds bij Brugge toch wel kunnen bekoren. Past dan ook wel qua type in het rijtje van spelers dat we nodig hebben. Hè? Linksvoetig, niet onhandig als je met drie achterin speelt. Inderdaad nooit teleurstellend qua voetballend vermogen. Komt ook van Ajax, denk ik, uit de jeugd. Dus kan wel een balletje trappen. Maar meer dan een gerucht is dat eigenlijk niet geweest. Wat wel... harder waait misschien dat gerucht als Benavente. Misschien eerst zijn we daar tevreden mee. Cristian Benavente, die op zijn 26e na omzwervingen in Egypte, Frankrijk, terug naar de Bosuil komt. Hoe kijken we daar tegenaan, Hans? Ja, hij weet alleszins al hoe dat hem voor Tribune 2 moet juichen. Hè? Dus ik hoop dat hem dan deze keer geen rookpotten op naar zijn kop gesmeten krijgt, maar... Scoren op de Bosuil, dat kan hij. Ik ben blij met een man als Benavente. Als hij zijn
zijn niveau haalt van bij Charleroi. Een hele goede speler. Het voordeel is ook dat ze een polyvalente speler. Aanvallend kan hij wel op meerdere posities staan. Mm-hmm. Ik denk, als tweede spits, als team. Misschien zelfs op de flank dat hem kan depaneren als het moet. Dus ik ben sowieso fan van de speler Benavente. Ja, Bob, welke herinneringen heb jij aan Christian Benavente? Dezelfde als Hans. Maar ik zat toen niet op de 2. Ik zat toen op de 1, die was eigenlijk nog niet af. Maar ik was toen aan het. Ik moest toen interviews doen voor de club. En ja, dan waren we toch stiekem al op de 1 gaan zitten. Dus ja, die match herinner ik me ook nog heel erg goed. Of toch alleszins die actie van Benavente. En dan vooral zijn een uitleg achteraf van. Ja, maar ja, ik wist ook niet goed dat dat de tribune was van Antwerpen en dat dat de sfeer, en dat de sfeertribune of de harde kern, dat die daar zat. Ik bedoel, dat zie je gewoon al met de opwarming, waar dat meeste lawaai en het meeste gejoel en... Op tribune 3, hè? Ja, ja, de 3, dat is, daar zit het zware volk. Maar ja, dus ik vond dat een beetje een stoeme uitleg. Maar desalniettemin, als die... effectief zijn niveau haalt van bij Charleroi, ja, dan is dat een goede, nuttige speler. Edmilson, er blijven zo. Edmilson, dat is ook een naam die blijft waaien. Die, ja, maar die, is maar die waait. Die waait al zo lang dat ik denk dat hij met Odette is weggewaaid. Dat hij... is er van door met Odette. Ja, dat is natuurlijk ook een naam die in het begin van de week... een interview in Gazette van Antwerpen met Sven Jaak. Die naam werd wel onderuit gehaald. Hij zei, ja, het is al zo... Eerder niet, eigenlijk, was wat hij daarover vertelde. Misschien, ja, wat hij daarover zei ook in dat interview. Sven Jaak, 3-4 gerichte aankopen, dan moeten we onder stoom geraken. Benavente, Mirin, Guélin, dat is al 3. Dan hebben we al 2 verdedigers, 1 aanvallende versterking. Ik denk dat nooit alle 2 gaan worden. Ik denk dat... Guélin of Mirais. Ik zie ze niet met 2 komen. Dus iemand... Dus er zal... Of Pius of Sek zal de plaats, zal ik zeggen, van Arslanagic innemen. En dan oftewel Guélin, Mirin of zelfs Denswil de plaats van Hoed. En dan hebben we nog Batu Binsika of Pius of De Laat uiteraard. Die kan er ook nog ergens tussen fietsen. Dus het wordt één van die 2 verdedigers, zeg jij, Hans. Of één van de 3. Ja, of één van de 3, klopt. Want ik ben mij aan het blind staren op die Fransmannen natuurlijk. Nu qua... Ik denk dat er met 1 extra verdediger, dat je al heel veel kunt veranderen van achter, maar dat de nood toch van voor hoger is. En als Sven Jaak dan spreekt over 3 à 4 versterkingen, ja, als je dan al 2 centrale verdedigers gaat halen in Benavente, dan blijft er niet veel meer over. En buiten een Mbokani hebben we niemand in de spits. Hè? Ja, Mindy. Maar daar verwachten we het ook allemaal niet van, denk ik. Dus, een Simba, die wel een goede indruk maakt, maar is toch weer een ander type, die dan blijkbaar vandaag zijn profcontract heeft getekend, blijkbaar. Die lag nog onder contract als jeugdspeler, maar nu die toch minuten maakt in de kern, mag je rekenen op een echt contract, zal ik zeggen. Bob, dat is toch opvallend. Dat zo'n Absoluut. Speler, of, ja, dat hij op zo'n contract bij ons nog zit. Ja, dat zijn van die voetbalwetmatigheden die ik nooit echt goed begrepen heb. Sommige spelers krijgen direct een dik contract en anderen verdienen een pak meer. Er gaan de verhalen van William Owusu, die bij manier van spreken 5 jaar lang voor een drankje in de kantine en een zoute chips is komen voetballen. Dus dat snap ik niet. Ik juich dat wel toe. Op dat gebied zit ik in team Wesley Sonck, die er maandag in een extra time zijn moment van de week van maakte. Dat heel veel jonge gasten nu, is het door corona, geen idee, maar heel veel jonge Belgische spelers die nu doorstromen naar de eerste ploeg. Bij ons is dat dan Bruni en Simba. Dus ik juich dat wel toe. Het is veel beter om die jonge gasten, Belgische jonge gasten, in de ploeg te droppen dan, met alle respect, zo'n tweede, derde rangs buitenlandse voetballer. Opnieuw jammer van Quirijn, want dat is ook zo'n speler die we hadden kunnen zetten nu, of kunnen brengen, en zeker naar volgend jaar toe laten groeien.
Nu, hij speelt bij Moes Kroon niet al te vaak, heb ik de indruk. Dus wie weet, zien we die volgend jaar terug op de Bosuil. Ja, misschien zo'n jaartje buiten, buiten Antwerpen, dat hem dat geen kwaad doet. Nog in het interview van Sven Jaak, rechtstreeks gevraagd, Diaby Theodorczyk, die namen circuleren, zegt hij geen commentaar. Hans, hoe, ja, hoe lees jij dat dan? Als er de zin komt, geen commentaar. Dat er iets van aan is, hè. Maar dan hoop ik dat er iets aan is van Diaby en niet van Theodorczyk, want ik, ben, oh, ik moet Theodorczyk niet. Ik heb heel veel vrienden in Polen. Ik ken een gast die met Theodorczyk in de ploeg heeft gespeeld. En ik ken geen Antwerps, maar het kwam er eigenlijk op neer. Dat is een voeze gast, hè. Dat is echt... Ja, in Polen, niemand heeft Theodorczyk ook graag. Die ligt daar in bras met alle journalisten. Dus ja, heel veel van mijn Poolse vrienden zijn dan ook nog eens journalisten. Dus als je daar de naam Theodorczyk laat vallen, ja, dan is dat altijd van, oh, wat een prutser. Wat is er dan gebeurd? Op, ja, die komt uit een heel marginale familie of zoiets. En die journalisten zijn gaan vroeten. Ja, die journalisten zijn gaan vroeten in zijn verleden en daar kon hij niet mee lachen. En op dat moment heeft hij beslist om nooit meer met journalisten te praten. Hier in België ook, die deed geen interviews en zo, want die de journalisten echt als de vijand zien. En ja, dat komt er nog bij dat in Polen heel veel van de voetbaljournalisten legia gezind zijn. En Theodorczyk is de speler van Polonia, de stadsrivaal, en daarna naar Lech Poznań gegaan. Dus voor veel van die gasten... Ja, is een extra motivatie om er slecht op te over te schrijven. Ik heb dan ook nog eens mee op het vliegtuig gezeten naar Warschau. En dan moest heel het vliegtuig gereorganiseerd worden, zodat hij en zijn vriendin extra ruimte hadden en ongestoord konden zitten. En, oh, dat moet bij mij niet al die sterrenluren. Nou, nu op een loze. Je bent maar een speler van Anderlicht, hè. Nee. Niemand kent u. Ik denk dat ik de enige was op de vlieger dat hem meer kende. Nou, nee. Ja, oké, dat is inderdaad... Dat ego, dat herkennen we misschien wel een beetje bij Mbokani, al is die net iets meer timide, maar we hebben een vedette, hè? Dus nog zo één, dat zou botsen, toch? Die heeft er ook meer recht voor, hè? Theodorczyk, die heeft even goed gespeeld bij Anderlecht, klopt. Maar voor de rest... Nou, dat is waar. Heeft hij nooit de statistieken van Mbokani gehaald, hè? Nee, dat klopt. Bob, wou jij er nog iets tussen gooien over Theodorczyk? Of, ik ging eigenlijk net hetzelfde zeggen. Hoeveel matchen heeft hij echt top gespeeld? Bij Anderlecht. Of hoeveel seizoenen is die echt top geweest? Wat was het? Dat hij zo 10 à 20 wedstrijden volle bak scoorde en dan was het ook gedaan, ja. Denk ik. Hè? Nee, dan haalt dat maar Larin naar de Bosuil. Blijft het ook stil rond? Diaby werd dan ook specifiek vernoemd in dat interview. Geen commentaar ook. Is die dan meer compatibel met een Mbokani of in een tweespitsensysteem met drie verdedigers, om het zo te zeggen? Zien we dat dan eerder gebeuren? Ja, Diaby denk ik dat de perfecte speler is rond een Mbokani. En ook omdat in de breedte wat meer, ja, een Simba wat laten rusten of misschien wat te roteren tussen Diaby, Mbokani en een Simba dan. Dus dat zou zeker wel... Er komen drukke weken aan, hè. Ja, inderdaad. Vanaf, wat is het, 19 oktober of zo, na de interlandbreek, dan is het het ene na het andere. Maar goed, dat voor spitsen. Qua uitgaande transfers, misschien daar ook nog even op inpikken. Buta die stond blijkbaar op de radar van Ajax. Hoe geloofwaardig was dat? Ik heb daar straks naar Lars van de Pantelic-podcast... een Ajax-podcast uit Nederland gestuurd om eens te vragen van hoe zit dat? En die zal er wel ergens op de radar hebben gestaan, maar die gaan resoluut voor Sean Kleiber van FC Utrecht op die rechtsback. Dus hij zegt dat allez, volgens hem is dat totaal niet aan de orde. Dus, plan B, plan C misschien. Ja, zelfs. Zoiets. Ja. Ja, Bob, jij bent ook in blijde verwachting van de terugkeer van Buta. Het is misschien ook niet het moment voor hem om te vertrekken, net een paar weken uit geweest, kan pas terug beginnen na of tijdens die interlandbreek, om dan nu je transfer af te dwingen, niet optimaal denk ik. Nee, laat hem eerst nog maar voor ons nog een seizoen, misschien zelfs twee seizoenen nog knallen en dat hij dan maar ergens een grotere ploeg zoekt
En dan misschien gewoon Nederland ineens overslaat en over de plas of Frankrijk of Duitsland of gaat... Nee, ik kijk, dat is toch wel de... Samen met het vormpeil van Rafailov zijn de rushes van Buta toch hetgeen waar we de afgelopen weken echt gemist hebben. En ik heb het al eens opgeworpen hier in een vorige podcast van, maar zonder de blessures van Buta, of de blessure van Buta, hoeveel punten hadden we meer gehad? En ik denk dat er dat toch wel wat zijn. Ik denk dat we een pak meer kansen hadden gehad en dus waarschijnlijk ook een pak meer goals hadden gescoord. Dus het is natuurlijk maar de vraag, hoe komt hij terug, hè? Heeft maand, twee maanden niet gespeeld. Enfin ja, het laatste dat ik hoorde was dat hij individueel aan het trainen was. Dus dat is de laatste stap naar groepstrainingen. En ja, we hebben chance, hè. Het is, er komen twee tussen aanhalingstekens rustweken aan. Dus, en onze groep zal grotendeels behouden blijven. Er zijn weinig internationals, denk ik, die weg zullen zijn. Wilde Pauw. Neil de Pauw, dat wordt de stiftspeler. Never forget Neil de Pauw. Ja, wat ik misschien nog wel het belangrijkste vond aan het interview met Sven Jacques, is dat we nog een optie hebben voor Buta. Klopt. Dus dat hij een jaar zou blijven, dat vond ik nog het meest hoopgevende uit dat interview. Dat iedereen dacht dat hem einde contract was, dan moest hem praktisch al verkopen. Nu kunnen we nog een jaar laten schitteren, zoals Bob zegt bij ons. Ja, klopt. Ik heb die vraag al eens gesteld, ook bij De Laat, die ook nog een optie in zijn contract heeft. Als Buta nu verlengt, is dat dan gewoon integraal aan dezelfde voorwaarden? Dat lijkt me dan ook weer gek. Nee, bij een optie zit er steeds een opslag in vervat. Ja. Een optie mag niet dezelfde voorwaarden zijn. Dat moet steeds een verbetering zijn voor de speler. Ja. Ja, hopelijk dat ze dan geen te gekke afkoopsom, een te lage afkoopsom daar ook in zitten. Lijkt me dan ook weer gek. Maar goed, we hebben nog die optie, dus iedereen lijkt daar zeker gerust op. Het wordt wel tijd dat hij terugkomt. De spoeling op de flanken is dun. Wie er wel blijkbaar kan rekenen op herintegratie, dat is Ivo Rodriguez. Die mag echt niet weg. Veel te lezen in dat interview. Ja, Bob is een believer. Ik ben ook wel eerder een fan. Maar dan, ja, hij heeft nog zes weken nodig om terug op niveau te geraken. Vond ik dan ook wel gek. Oké, hij is even uit de kern geweest, maar ja... Het is toch een prof. Wat gaat hij dan nog zes weken doen? Of wat heeft hij de voorbije weken niet gedaan? Dat is toch een gekke uitspraak. Of is dat om mensen af te schrikken, andere ploegen af te schrikken? Hij is niet fit. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat hij nu zes weken op de zetel heeft gelegen en van die Portugese pastijs gebakjes heeft liggen eten en nu 88 kilo weegt in plaats van de gebruikelijke 68. Nee, geen idee wat... Dat je een paar weken nodig hebt om terug wedstrijdfit te geraken, dat snap ik wel. Maar zes weken, dat lijkt me wel heel veel. Die trainen elke dag, mag ik hopen, toch minstens één keer, vaak twee keer. Op twee, drie weken moet je toch terug dat balgevoel en die snelheid en die conditie terug hebben. Ik heb hier mezelf geout als Ivo Rodriguez van en ik zal dat blijven. En dus van mij mag die zeer snel terugkomen. Mm-hmm. Een maat van mij die ging een week, twee weken geleden zijn abonnement afhalen. En toen was ze met de U16 aan het trainen op een zaterdag. Ongelooflijk, hè? Allee, mijn maat dacht dat het de U16 was. Het kon ook de U18 geweest zijn, maar hij vond het toch heel jonge gastjes die samen mee op het plein stonden. Maar ik vrees zo'n beetje dat hem zijn tijd in Portugal niet al te veel op het trainingsveld heeft gestaan. Is dat dan ook een beetje wat Sven Jacques zei, dat hij terug in die groep moet komen? Dat dat misschien een proces is van meerdere weken, van dat op fysiek fit geraken tot daaraan toe? Maar vooral even terug de link krijgen met die groep, dat daar misschien de uitdaging ligt voor de staf en de spelersgroep zelf. Zou dat het misschien kunnen zijn? Maar sinds Lam Kalzee is de spelersgroep wel ervaringsdeskundige over het op het vlak van herintegreren van spelers. Dus ik denk niet dat dat grote probleem mag zijn. Nee, klopt. Om nog even over hem op Lam Kalzee terug te komen, die mocht ook weg. Stond in de interesse van Nantes een kleine 10 dagen geleden. Nu was het weer Nice. Dus als hij vertrekt, lijkt het mij naar Frankrijk te gaan.
Maar ja, het is, hij is, ja, zijn transfer is even onvoorspelbaar als hij zelf. Gaat hij of gaat hij niet? Misschien vrijdag nog per toeval in de kern tegen KV Mechelen. En de zaterdag nadien is hij alweer weg. Dus enfin, de maandag nadien, want de transfermarkt sluit. Dus het blijft een vraagteken op en naast het veld. Ja, laat hij er vrijdag gewoon 3 binnenknallen, fantastische match spelen. En dan verkopen we die voor 15 miljoen aan een of andere Qatarese club. En dan... Ja. Heeft een hoog Kevin Oris gehalte wel. Hè? Zo nog 3 keer scoren en dan het weekend nadien vertrekken. Ja. Toch? Ja, maar geef me dan toch maar Kevin Oris. naar Nice zou wel interessant zijn voor hem natuurlijk. Als hem dan kwaad is, ligt hem direct op het strand en moet hem niet eerst het vliegtuig nemen zoals vorig seizoen. Ja. Nice is ook wel heel dicht bij Marseille en qua temperament past hij daar toch wel bij. Zo'n beetje gek. Gek en geniaal, Marseille... Ja, Nice heeft Balotelli ook al gehad, hè, dus daar hebben ze ook wel ervaring mee, gek en geniaal. Ja, en Balotelli is toch wel Lamkel Zee maal 2, dat is... Maal 10, maal 100. Ja, ja, het is dat. Maar ook qua, qua voetballer is het toch zeker maal 2. Nee, ik bedoel als voetballer. Hè. Nee, ik had het over... Ik heb mij hier al eens geout als Balotelli-fan, hè. Ik zit hier met gesierd tenue van Balotelli, zo'n grote fan ben ik dus... Mooi. Van waar komt die? Via Balotelli was gesponsord door Puma. En een paar maten van mij die werken of werkten voor Puma. En als die op de winkel... Die hadden dan geregeld dat als ze mis in de winkel in Milaan passeerde, dat hij een getekend shirt moest achterlaten. En zo is dat tot bij mij gekomen, omdat in mijn vriendengroep redelijk geweten is dat ik nogal een Balotelli-fan ben. Ja, nice. Ik kan er maar goed mee zijn, zou ik zeggen. Nu, de spoeling is sowieso al dun op de flank, maar het begint ook wel gewoon in de wedstrijdkern pijnlijke proporties aan te nemen. Want als we de blessurelade, zoals Bob ze zo mooi omschreef, opentrekken, dan liggen daar een hoop spelers in. Om de bekenden te noemen, dat zijn Benson, Jukleruit is ook nog steeds twijfelachtig, Boeta uiteraard, deze week een Simba, last gehad tegen Kortrijk, de laatste is van een sukkelstraatje. Bijranvant is daar vandaag bijgekomen, ook meerdere weken oud. Heel veel spierblessures, lies, adductoren, hamstrings, zit allemaal zo daar, ja, daaromtrend. Internationaal was het al een topic. Eden Hazard ook vandaag met een spierletsel uitgevallen. Die coronabreak, dat moet toch iets geweest zijn, want het is de ene voetballer na de andere die er stiltjes aan begint uit te gaan en... We moeten de internationale competities nog krijgen. Europa League, Champions League. Hans, jij had een aantal dingen ook doorgestuurd. Ja, hoe kijk jij naar die evolutie in onze kern? Ik denk dat veel te veel spelers te lang hebben stilgelegen eigenlijk. En dan... Ja, in Spanje bijvoorbeeld zagen ze dat bij de heropstart heel veel. Daar hadden ze veel meer blessures dan anders. En procentueel gezien ook vooral spierblessures. Ik had verwacht dat dat hier minder zou zijn, omdat wij wel die hele voorbereiding hebben gehad. In tegenstelling tot die landen waar ze iets plotser moesten beginnen. Maar ja, we blijven natuurlijk een club met een internationale uitstraling. Dus misschien dat wij dezelfde weg waar we op gaan. Maar ik vind het toch wel heel opvallend. Het is de ene na de andere. En ja, het zijn, Ik was ook een beetje aan het denken aan pech misschien. Dat kan echt gewoon pech ook zijn, hè, dat je... U is mistrapt en zoals Benson, dat is in een sprint op Kortrijk, het schiet erin. Dat kan volgens mij in augustus gebeuren, maar ook in april. Ik denk dat, ja, maar op den duur, als er 6-7 zijn, kan het wel een stramien worden. Dus toch maar in de gaten houden. Ja, ik vond we zijn het ook eerder... de enigen in België. Westerlo, maar daar ligt het aan corona. En OHL is ook wel aan het sukkelen, hè? Ja, OHL. En Gent heeft op de sukkel geweest met Nurio, Odjidja, Kums. Dus allee, de enige zou ik nu ook niet zeggen. Klopt. Maar toch een minderheid in België. Bob, wat wil jij nog toevoegen? Ja, die blessure van de Laat, dat is denk ik iets, hè, dat is een verrekkingske dat hij op heeft gelopen in een duel. Dat vind ik nog normaal, maar dat is zo'n Benson, na, 60 minuten,
in volle sprint een spierscheur oploopt, dat vind ik vreemd. Oké, dat hoor je dan wel vaak. Ik had vroeger zo'n drie broers bij mij in de voetbalploeg, of nee, die drie broers in dezelfde voetbalvereniging, en ik heb met drie ervan alle drie gespeeld, die hadden dat ook, die waren eigenlijk te snel voor hun spieren. Dus die hadden eigenlijk, die heette, ik ga even een shout-out doen naar de boys van Hoppenbrouwers, maar Gunter Hoppenbrouwers, die had altijd een verhopping, noemden wij dat uiteindelijk. Dus gewoon, ja, die was te snel, in zijn spieren konden zijn snelheid niet aan. Dat zou bij Benson ook wel eens kunnen zijn. Dus ja, ik vind dat toch altijd een beetje vreemd, hoe je zo al opgewarmd in een wedstrijd dat kunt voorhebben. Wel een klote blessure voor hem, want een spierscheur, ja, afhankelijk van hoe zwaar of hoe groot hoe groot de scheur is, maar dat is toch rap 6, 7, 8 weken dat je aan de kant staat. Ja, daar was nog geen nieuws over bij het... bij het afsluiten van de druk, wou ik zeggen, maar we zijn geen krant, dus ik had er nog niks, over gelezen. Maar het is inderdaad, ja, het is afwachten. Ik denk inderdaad, zoiets uit het niets, dat is inderdaad 6 tot 8 weken. Hopelijk een kleine maand. Maar dan is hij misschien ook weer zijn plek kwijt, hè, want ja, de spoeling was al dun op de flank. Staat hij er eens in, 6 weken uit, komt misschien iets nieuw bij. Ja, hoeveel pech kan je hebben op zo'n moment? Mm-hmm. Maar kijk, we bidden voor... Ja, bidden is misschien overdreven. We kruisen onze vingers voor Benson. Waar hij er dus zeker niet bij zal zijn, dat is tegen KV Mechelen. Dat is nu vrijdag alweer. Ivan Leko heeft het vandaag op zijn persconferentie de meest cruciale wedstrijd sinds de bekerfinale genoemd, om 3 redenen. Het is de laatste wedstrijd voor de transfer deadline. We kunnen de aansluiting maken met de top van het klassement. Heel veel onderlinge duels ook. En het is een derby. Op de laatste wil ik misschien ineens inpikken. Antwerp-KV Mechelen. Ja. Is dat eigenlijk wel een derby? Hans, hoe kijk jij daarnaar? Ik heb zo moeilijk met het gebruik van het woord derby. Hè. Dat is een helemaal uitgehold begrip geworden. Sinds dat ze de wedstrijd tegen Waasland-Beveren ook de Port of Antwerp derby zijn gaan noemen. En zo echt. Ja, stop er gewoon mee, hè. Een derby is tegen een club uit dezelfde stad. Dat ze in Duitsland een derby gebruiken voor Werder Bremen tegen Hamburg, dat snap ik. Want Hamburg is nu een slecht voorbeeld, want die hebben St. Pauli nog. Maar er zijn heel veel steden waar dat maar één club is en waar dat die rivaliteit wel leeft tussen steden. Maar noem dat toch geen derby. En ik kan me dan echt opboeien in zo'n dingen. Dus ik ben er eens mee naar Twitter gegaan. Ik zeg, Twitter... Ben ik nu mij veel te hard aan het opboeien of geven jullie mij gelijk? Dus ik had een poll gestart en er hebben 396 mensen meegedaan aan mijn poll. Dus dat ik vind relevant. Steekproefgeruis vind ik dat relevant genoeg. Dus ik vind vanaf nu is het bewezen. En 10% vond het een derby. Die mogen gerust hun kenbaar maken, want die snappen er niks van. En 90% zei... Nee, doe eens normaal. Dat is geen derby. Dus ik ga ervan uit dat het punt bewezen is. Antwerp-KV Mechelen is geen derby. Wat is het dan wel? Een voetbalwedstrijd. Feit. Tussen twee schoonclubs. De Sjofke Deurne-Noordwedstrijd. Ja. Ja, de Hans. Sjofke Cup of zo. Ja, de Sjofke Cup. Als Sjofke op de flank staat en je zit van keer op de twee, dan gaat hem... Gaat hem dichtbij hebben. Ja, maar we zitten rij 17. Ik heb eens geteld ofwel juist onder het afdak, ofwel juist niet. Dus, dat was echt een weervoorspelling. Ja, doe maar een vrek aan. Ja. Regen. Maar ik moet wel even zeggen, hè, want ik zit hier altijd bezig over Tribune 3. Ik zit er nog maar 5 jaar. Daarvoor heb ik meer dan 10 jaar op Tribune 2 gezeten. En ik denk dat we redelijk dicht in de buurt gaan zitten van waar dat ik vroeger altijd zat. Dus zo tribune 2 kant, tribune 4, waar dat hek naar boven gaat, juist onder het afdak. Dus ik denk dat dat traditie gaat zijn. Thuiskomen. Dat zo, ja, een beetje thuiskomen. En
toch nog afscheid kunnen nemen van een tribune. Ik heb een paar maten die normaal op tribune 2 zitten, die mogen op tribune 1 en op tribune 3 gaan zitten, dus die zijn redelijk jaloers. Mm-hmm. Maar zal ik er maar van genieten, zeker? Doe. Ja. Bob, ook voor jou, KV Mechelen, Antwerp, geen derby? Nee, nee. En ik ga ook niet mee, hè, zoals je de... zoals Hans net al zei, zo van die idiote termen, gelijk de Vlasico en dat hebben ze dan zo... En de Wasico in. De Wasico en de Vlasico, en denk ik van... Nee, de man, Limbasico. Geen Sint-Truiden. Hey, shake me een man. Nee, 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 dat is... Ik vind dat gewoon... Ja, dat zijn van die wedstrijden tussen... Dat zijn schoon wedstrijden, want dat zijn twee schoon clubs. Twee vergelijkbare clubs eigenlijk, traditieclubs die de nodige shit hebben meegemaakt, met heel vurige supporters. Dus nee, ik vind dat een schoon match. En ik vind Mechelen eigenlijk ook best nog wel een schoon ploeg. Die hebben een paar leuke voetballers. We hebben allemaal zitten lachen met de blunder van je welste van Franks, een paar weken terug. Maar hij legt er daar vorige week twee onwaarschijnlijk lekker binnen. Dus dat is toch een speler om vrijdag dik in de gaten te houden. Ik ben eens benieuwd hoe dat ze die gaan proberen te neutraliseren. Wie dat gaat moeten doen. Ja. Mooi bruggetje ook naar KV Mechelen zelf. Prima gedaan, Bob, in afwezigheid van Dylan, die daar de, ja, de meester in is, laten we het zo zeggen. We hebben Hermans al genoemd, die zijn waarde kennen we. Ik vond het ook mooi dat hij in extra time van, ik denk, over 2 weken zeker, tegen die wedstrijd tegen Gent, dat zijn controle op die hoge bal. Fenomenaal. Waanzin, toch? Waanzin. Echt hoor. Ja. Hoeveel in België kunnen dat er eigenlijk op die manier? Toch niet zo gek veel, denk ik hoor. Die van Eupen heeft dat dit weekend geprobeerd op Anderlecht en... De kapitein Amat, of hoe heet die, die heeft dat geprobeerd. En dat was al iets minder, uitvoering was al iets minder goed. Nee, ik vind dat Mechelen, nee, we zijn het al, Franks, Jofke, en die een, die rechtsachter jonge gast die naar Caboret. Caboret, die keeper van Genk die ze dan gekocht hebben. Ik ken namen vandaag. Just Koeken, Peire, De Camargo, Van Lerbergen. Ja, en dan hebben die nog Kaya, denk ik. Loopt die daar ook nog altijd nog rond? Dat zijn toch allemaal, wel goede spelers. En Wouter Franke, die smeet daar toch wel een geheel van. En ze waren niet geheel lekker op dreef, maar ik vind dat toch een gevaarlijk matchje vrijdag. Dus ik snap Leko wel als hij zegt dat een cruciaal duel gaat worden. Mm-hmm. Ja, de speler die die waarde van KV Mechelen het beste vertegenwoordigt, dat is Van Damme. Maar die is er dus ook niet bij. Die heeft op 8 wedstrijden of 7 wedstrijden heeft hij al 5 gele kaarten genomen. Dat is goed doorgepakt als je het mij vraagt, maar daar staat hij wel voor. Hè. Dat is zo'n speler. Ook eentje die misschien wel eens op de boosheid had kunnen thuishoren op een bepaald moment in zijn carrière. Maar Van Damme kwam graag op de bazaal. Ik ken Joachim Van Damme van vroeger. En die is een paar keer met mij naar de bazaal geweest. En die houdt wel van die sfeer als een figuur. Hè. Ik weet nog dat ik eens in de NOC zat en ik kwam hem tegen. En hij kwam keifier naar mij. Hans, ik zit morgen voor de eerste keer in de kern bij Beveren. Ik stond er van, ja, maar wat doe jij hier dan in de NOX? Ja, ik moet dat toch vieren, zeker? Dus dat is zo Joachim Van Damme ten voeten uit. Ja, dan, ja die past echt bij de Antwerp wel, ja. Maar ik denk dat daar nu te laat voor is. Maar die hield er ook heel hard van om tegen de Antwerp te spelen, want... Die is wel met het publiek bezig, een uitdagerke. En ik vind het een leuk spelerke. Ja. Maar ja, goed, we gaan hem moeten missen. Misschien dat hij plek neemt op tribune 2 bij ons, om een beetje de sfeer ook opnieuw op te snuiven. Het zou zomaar kunnen, maar jammer genoeg is die er niet bij. Nog opvallend, Steven De Voer is ook op KV Mechelen beland. Wordt een beetje sceptisch overgedaan. Moet hij blijven, moet hij tekenen? Is hij niet te oud, blessuregevoelig?
Jullie zijn Steven de Voer, Bob. Jij bent Steven de Voer. Wat doe je? Ja, ik denk dat Steven de Voer stilaan gewoon stabiliteit wilt en niet meer van die, denk ik, van die zotte avonturen ergens in de zandbak gaat willen doen voor... Ja, Steven de Voer zal in zijn carrière toch wel genoeg verdiend hebben in Engeland en in Portugal. En, Anderlecht. En Anderlecht, standaard. Ik bedoel, die zal toch wel een schone zakcent hebben. Gaat toch gewoon, hij is 32, blessuregevoelig, pakt dat prestatiegericht contract bij Mechelen en speel u daar nog een laatste keer compleet in de harten van iedereen. En dat is een schone afsluiter van uw carrière. Ik denk ook dat die zal toch geen 7 jaar nog in zijn benen hebben. Hooguit nog een seizoen of 2, 3. Ik denk, doe het zo, Steven. Maar ja. You never know. Ik moet wel zeggen, die heeft tijdens de lockdown zijn conditie wel goed onderhouden. Want elke Facebook- en Instagram-bericht zat hij op de fiets. Dus die is aan het fietsen geslagen. Ik kan nog altijd carrière-switch doen. Hè? Ja. Ik zeg dat Jelle van Damme ook zoveel is aan het fietsen. Dus misschien zien we die met twee binnenkort in het peloton opduiken. Ja. Als Remco Evenepoel dat kan, van voetbal naar wielrennen, dan de Voer ook. Hè? Zeker. Jelle van Damme op de fiets samen met de Voer, dat zullen we nog wel zien. Wie weet komt het er ooit van. Misschien terug even naar KV Mechelen, de ploeg die er staat. Of alles wat er rond gebeurt. KV Mechelen heeft het niet gemakkelijk nu. Hè. Pennings die in de gevangenis zit voor zijn betrokkenheid bij het failliet van de FNG-groep, als ik mij niet vergis. Maar dat deed mij er een beetje aan denken. Wij hebben toch ook een aantal straffe eigenaars gehad doorheen de jaren. Of mensen die probeerden bij de club te komen. Dus opnieuw zo'n link die we misschien hebben met KV Mechelen. Wat zijn zo de namen die jullie nog kennen van... loesje figuren die op de Bosuil zijn terechtgekomen. Of net niet. Eddie Wouters. Prachtig. En dit is niet op voorhand afgesproken. Gewoon simultaan uitgesproken. Schitterend. Ja. Oké. Okay. Dat was zeker naar het einde toe. Die heeft ook wel zijn verdiensten gehad voor de club. Dat kunnen we nu wel stellen. Maar naar het einde toe was het net iets te gortig geworden. Maar... Ik denk het einde, de laatste 20, 30 jaar, als we dat het einde noemen. die was, zolang dat ik op de Bosuil kom, dat is van eind de jaren 80, is die mens al aan het sjoemelen, aan het foefelen, ik geloof oprecht dat hij een Antwerp hart heeft, dat geloof ik wel, dat hij begaan was met die club, maar was ook heel erg begaan met zichzelf, denk ik. Dom Eddy. En nadien, wie is er allemaal niet geweest? Het is... Saif Roubi, ja. Nasser Abdella. Philippe Antoine de Graven. Nasser Abdella, daar heb ik niks van gevonden. Wat was dat nu weer juist? Die ging ten tijde van Hofmans en Verhagen ging die de club overnemen. Dat was juist voor Philippe Antoine de Graven. Dat is een ex-speler. En die ging de club overnemen. Hè. En maat van mij heeft er eens mee op café gezeten. En toen vroeg hij, mag ik uw gsm even gebruiken? Want ik heb geen belwaarde meer. Maar die ging wel de club overnemen. Oh, schitterend. Dat was een nieuwe maat die aan de Nasser vroeg, mag je uw gsm? Nee, het was Nasser die dat vroeg. Ja. En vorige week zat ik op café met een paar maten. En toen dachten we aan nog zo'n figuur. En er heeft ooit eens de voorzitter van Boussoudour naar de Antwerp willen komen. Ten tijde van Tony Gram. Ja. Weten jullie de naam nog? Want we hebben er heel lang op aan het denken geweest. Na anderhalf uur, 2 uur kwam er ineens een floep in mijn kop. En het maar... ik zou er niet kunnen opkomen. Jean Zarzecki. Host. Prachtig. Ook zo een helemaal vergeten naam, maar van waar kwam die mens ook ineens? Nou ja, dat was zo... Ja, er zijn wat figuren gepasseerd, hè, op Antwerpen. En allemaal zo met de grootste straffe verhalen. En we gaan terug een topclub worden. En voorlopig is er eigenlijk maar één mens ingeslaagd. En dat is Paul Gijs. Dus, Ja, effectief. Ja. Dat was dan nog met Patrick de Kuyper als man op het voorplan. Maar kijk, die is ook ondertussen met de Noorderzon verdwenen. Twee namen smijt ik er nog tegenaan. Albert Pans en Maurits de Prins. Pans, daar zijn mij nog iets. 1998, 99 zitten we dan. Dan was ik wel nog heel jong en niet bewust ermee bezig.
Maar ik weet zeker, als ik die naam nu zeg, dat ons papa, die ook al, denk bijna ja, 40, 50 jaar een Antwerp hart heeft, dat die heel goed weet waarover het gaat. Was ook, Pans is ook zo nog officieus makelaar van Limbombe geweest. Dus die is nog terug op de Bosuil gekomen. Ja, die is nog terug op de Bosuil gekomen. Ja, die zat vroeger vaak in Café Het Zand in Antwerpen. Ik zat vaak in het café daarnaast. Dus we kwamen Pans zo wel eens zo nu en dan tegen. En er is de tijden van Patrick de Kuyper, zo die seizoenen, zo die twee laatste seizoenen, tweede klas, dan is Pans een paar keer terug op de Bosuil geweest. Je moet maar lef hebben, zou ik zeggen. Ja, maar geen kinderen niet meer. Je zou eigenlijk ook zo eens, gelijk dat je de, moet dat zeggen, de mensen die Antwerpen gingen redden, opnoemen, je zou zo eens de trainers van de afgelopen 15 jaar moeten opnoemen. Dan zijn we ook even bezig. Hè? Ja, we gaan er als nu niet aan wagen. Dat is misschien iets voor op onze socials, als de uitzending gedeeld wordt, of als we een keer een of andere poll organiseren, is dat zeker iets dat aan bod kan komen. Maar dan denk ik dat we een schoon lijstje gaan krijgen van pseudo-messiassen die ons uit het slop of uit het vage vuur gingen halen. Maar dat is toch allemaal niet gebeurd. Ja, destijds, ik werkte toen als journalist voor ATV, dat was mijn allereerste job. 2003, 2004, en die twee jaar dat ik bij ATV heb gewerkt, denk dat ik zes trainers of zo, dat ik om de zoveel weken wel naar Den Bosch al moest rijden voor een nieuwe trainersvoorstelling. René de Saier en Tiboric en Wim de Koning en ik weet het allemaal niet. Marc Rojan, ja. En ja, Doi Perazic, onze taxichauffeur. Ja, ik ben een goede trainer. Ja. En Henky Champagne. Ja, die dat zei was dat was een dooitig, nee. Die zei, mannen, tegen Anderlecht, het komt goed, want Aruna is er niet bij. Die dan speelt. groot, ja. Wat een prestaties. Zwat, daar kunnen we nog eens een hele grote boom over opzetten. Thomas is er niet bij, dus Jinxen is... Ik zal het op mij nemen, ik zal het zo zeggen. De laatste keer dat de uitploeg tussen Antwerp en KV Mechelen de wedstrijd won. Dat was in 2017, dat waren wij. Dat was ons eerste jaar terug in eerste klasse. 1-2 zijn we toen gaan winnen op KV Mechelen. Juist. Ik herinner Laat... mij, ja, voordat ik het opzocht, zag ik het terug. Sorry? Ja. Faris Haroun. Exact. Laatste minuut, een paar minuten nadat Bandé de gelijkmaker had gemaakt. En het was Duplus met de openingstreffer. Die fenomenale trap van op zijn rechterkant, zo wat half geschept... Half met de vreevolle jab, zo nog een klein beetje ertussen, paf, verste pin in. Dat was de laatste keer dat de uitploeg tussen Mechelen en Antwerpen kon winnen. Ik stond toen dus helemaal van voor. En ik heb toen Rodriguez in een tribune proberen te trekken. Die vond dat niet zo plezant. Dat weet ik nog goed. Ik zat toen op de perstribune, want ik was toen aan het werken voor Antwerpen. En ik weet nog dat toen kwam Jelle van Damme met Donofrio uit de VIP. Dus dat was toen van hoe Van Damme gaat komen. Die was toen een match uitgenodigd om te komen kijken. Dat herinner ik me nog van die match. En daarvoor was het eigenlijk, ja, is Mechelen eigenlijk nooit ons zwarte beest geweest, behalve zo die periode in de eindronde. Dan zijn we daar zo heel veel met 0-1 gaan winnen. Die Gregorio in 2006, dat waren zo die jaren. Wat een schone was dat. Dat is nog altijd de beste ontlading dat ik ooit heb meegemaakt. Die Gregorio met de 0-1, dat was... Ik was toen ook maar 16 jaar, dus misschien overromantiserend, maar goh, dat was fenomenaal. Ik zou zeggen, misschien moeten we richting onze collega van de Antwerp Tapes kijken, dat die misschien nog eens kan van onder het stof worden gehaald, om die te koppelen aan deze uitzending. Zou leuk zijn. Maar dus, Antwerp KV Mechelen, nu vrijdag, 20:15, als ik me niet vergis. Hans, jij bent erbij op de Bosuil. Ik ben erbij, ja. Om hoe laat moet je er zijn? Om 6:45 al. Oh, jezus. Bob was er nog vroeger, hè, de vorige keer. Dat was 6:20 of zo. Ja, ik moest om 6:15 zijn voor de match om 9:15 tegen Eupen. Ja. Maar ik heb vrijdag al verlof gepakt voor de loting, dus ik heb tijd genoeg. Zeg, Hans, en
Jij bent master van de Toto-voorspellingen. Want je hebt... Ja. Wat gaan we doen vrijdag? In de loting of... Ja, nee, de loting. De match. De match. Niet de Inter-Toto, hè. Die is het niet, hè. Het is een Europa League. Ja, maar de pronostiek. 3-0. 3-0, ja. Alright. Watjes. Bob, hoe kijk jij er tegenaan? 2-0. 2-0. 1-0. We bouwen af, maar ik ben de minst positieve. Maar goed dat we maar met 3 zijn dan. Of het 0-0-0-1, inderdaad. Nee, goed. Maar we gaan er wel vanuit dat we winnen. We volgen Leko in zijn idee dat het wel eens de belangrijkste wedstrijd van de hoop kan worden. Misschien nog een laatste dingetje dat we nu zeker nog kunnen aansnijden. Ik ben ondertussen ook de sportwebsites in de gaten aan het houden, maar nog geen nieuws over inkomende transfers langs onze kant. Vandaag in Sportvoetbalmagazine een interview met Birger Verstraeten. Die zegt wel een paar goede dingen, zoals ik denk dat hij ook wel in het echt is. Om over zichzelf gaat hij ook geen onderwerp uit de weg. Hij zegt daarin dat hij gehaald is om belangrijk te zijn en dat is nog niet gelukt en hij is daardoor gefrustreerd. Lijkt mij een goed teken. Maar ja, hoeveel tijd krijgt hij nog om bepalend te zijn? Bob, hoe kijk jij naar onze Birger? Wanneer mag die het nieuwe laagje op zijn niveau gaan leggen? Ik weet ook niet hoeveel dat hij bij Keulen gespeeld heeft. Dus ik weet niet hoeveel matchritme dat hij al had voordat corona begon. En dan heeft corona er ook geen goed aan gedaan. Zoals hij zelf dan al aangeeft, tegen Kortrijk was de eerste keer dat hij iets extra bracht. Dus het mag, hopelijk gaat dat nu gewoon in stijgende lijnen. Het is nodig. Met Faris hebben we al zo'n speler die stoorzender kan zijn in de voorlinie van de andere ploeg. Dus laat Verstraeten dan maar de opbouwer zijn. Hij of Gerkens, een van de twee, zal het moeten gaan doen. Nee. Dus ik hoop dat hij vertrokken is. En kunt hem wel, want ik heb inderdaad ook... ik vind dat wel een nuchtere gast of zo. Kinderen die niet zo geweldig goed. Maar wat ik er nu van gezien heb, op Eleven Sports staat er ook nog een uitgebreide reportage met hem. Ik vond dat wel een nuchtere gast. Zo. Dus, ja. Heel bezeten ook door het spelletje blijkbaar. Kijk, wedstrijden tot 2 keer terug om te kijken wat was er goed, wat was er niet goed. Dus hij is er echt wel mee bezig. Dat vind ik dan wel positief. Laat zich zo niet hangen naar de situatie. Het draait niet, hij is gefrustreerd, maar je hebt wel echt het gevoel die gaat ervoor blijven knokken totdat hem in die ploeg staat en belangrijk is. Dat is iemand dat zoals is u mee. Dan, hè, Hans? Zo 2-3 matchen op een dag kijken, dat is de Hans Brecht methode. Ik pak alleen wel de goede helften. Hè. De eerste helft. Ik ken bijvoorbeeld de voetbalanalist van KV Mechelen ken ik zo'n beetje via Twitter. Ik had die van de week een bericht gestuurd van... ik heb medelijden met u dat je de eerste helft van Kortrijk-Antwerp moet doorspartelen. Maar die had dat al lang gedaan en hij had gezegd dat hij er toch iets van kon leren. Maar om over Birger Verstraeten terug te komen... Ja, ik denk, die mens is met heel veel ambities naar hier gekomen. De schoonfamilie is ook allemaal voor de Antwerp. Dus wil zo tonen dat hij er staat. En ik heb het gevoel dat hij zichzelf wel heel veel druk oplegt. En wat dat ook uit dat interview terugkwam, dat hij heel kritisch is voor zichzelf. En ik ben sowieso een Verstraeten-fan, dus ik hoop dat het er rap uitkomt. Want ik denk, een Verstraeten op topniveau is zeker een meerwaarde voor onze ploeg. Wat ik ook zeker mooi vond, was dat hij zei, tegen Eupen komen we 0-2 achter. Ik wil het nog wel eens zien zonder supporters. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen, zoals ik het daar lees, zonder supporters verliezen we die wedstrijd. Dus zelfs met een derde van de capaciteit of van het aantal abonnees alleszins, vindt hij het wel belangrijk dat er supporters zijn. Dus Hans, no pressure, maar zorg nu wel dat ze niet 0-2 achterkomen. Stuurt ze naar voren dat ze er 2 binnenstampen. 3-0, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, het zal aan u liggen, hè. Birger Verstraeten heeft het ook gezegd. Het zal aan mij liggen, ja. Onder andere. Ik hoop dat ik geen mea culpa moet slagen in onze nabeschouwing. Dan zal ik een groot man zijn en dat volledig op mij nemen, maar... Ik zal er alles aan doen dat niet moet gebeuren. De Thomas die moet ook zijn bosheilgeilheid nog
kanaliseren, dus aan hem zal het ook niet gelegen hebben. We zullen het daarop houden. Nog een aantal landmarks deze week, om het zo te zeggen. Vrijdag loting, Hans, vanaf wanneer kunnen we waar terecht? Ja, de loting staat nu gepland om 1 uur. UEFA durft er al wel eens een beetje mee schuiven, dus rond 1 uur, pak de vroegste 1 uur. Zijn al zenuwachtig, Hans? De Thomas heeft Bos al geil uit, maar ik zit met loting geil uit, dat het niet normaal weer is. Hè. Morgenavond, donderdagavond, eerst nog alle wedstrijden in de gaten houden, tegen wie dat we allemaal kunnen uitkomen. En dan ja, donderdagavond of vrijdagmorgen zoal mijn ideale poelen maken in het geval dat we wel hadden mogen gaan. En de poelen waar ik nu op hoop, ervan uitgaand dat we niet op verplaatsing mogen gaan. Dus dat mogen 3 clubs zijn waar ik al geweest ben dan. En ik zie er wel echt naar uit. De frituursnacks zijn gehaald. Nee, ik heb geen friteus, dus... Ik denk dat balletjes in tomatensaus worden of zo. Oh, cool. Dat zijn ook balletjes en dat is hier rood. En, ja. Die net zoiets gaat worden. Kaasballetjes in een oven, kun je ook doen. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Voilà, nu, we zijn wel ook culinair inspirerend, want vorige keer Bob zijn verwijzing naar de spaghetti carbonara, dat heeft een aantal mensen op weg gezet naar de carbonara die een avond dat hem online ging. Dus ik denk dat er vrijdag tomatensaus met balletjes op, of tomatensoep zelfs, die is zo wat weerder voor, maar balletjes in tomatensaus op het menu komen bij een aantal mensen. Of Mechelse koekoek. Graag. Smiddags de balletjes in tomatensaus en s'avonds een Mechelse koekoek. Hè. Smakelijk. Dus dat is voor vrijdag, een drukke dag. En dan gaan we ervan uit dat onze deadline day, dat dat zondag is, aangezien Donofrio zijn transfers niet op de laatste dag doet. En maandag is het dan de sluiting van de transfermarkt. Hopelijk tegen dan een volledig uitgekiende kern, waar alle lacunes zijn opgevuld. Heren, Hans, heel veel succes tijdens de loting en heel veel plezier vooral. En ook op de Bosuil. En Bob, wij horen elkaar ook snel terug, neem ik aan. Yes, we zien elkaar snel. Tamme cement, Hans. Tot snel. Oké. Okay. Bedankt om te luisteren. Ciao.